Universiteit van Nederland. Zwart geblakerde worstjes van de barbecue. Niet heel lekker. En toch, als ze op tafel staan, gaan ze meestal wel op. Maar wist je dat ze net zo slecht voor je zijn als een pakje sigaretten? Zwarte korstjes zijn niet gezond voor je. Maar tegelijkertijd zijn er recepten waarin staat dat je bijvoorbeeld bloemkool lekker zwart en krokant kan blaken in de oven. Hoe zit dat? Elk zwart randje zit er kankerverwekkende stof in, maar er zitten wel verschillende stoffen in. En het een zit ook wel meer dan het ander. Dus nee, niet elk randje is hetzelfde, maar elk zwart randje is niet per se gezond. Dit is toxicoloog Nienke Kramer. In deze podcast vertelt ze wat aangebrand eten betekent voor je gezondheid. En ze legt uit hoe het kan dat het ene zwarte randje slechter voor je is dan het andere. In voedsel zitten verschillende voedingsstoffen. Denk bijvoorbeeld aan koolhydraten of vetten of eiwitten. En afhankelijk van de hoeveelheid vet en de hoeveelheid eiwit of de hoeveelheid suikers... kan er ook verschillende stoffen gecreëerd worden eigenlijk. Die komen vrij op het moment dat ze verhit worden. En daar zitten giftige stoffen bij. Dus kankerverwekkende stoffen. We verhitten ons eten onder andere om bacteriën te doden... om ons eten langer houdbaar te maken en omdat het lekker smaakt. Maar... Kankerverwekkende stoffen in zwart gebakken randjes, dat klinkt dan weer minder smakelijk. Zodra we het woord kankerverwekkend horen, dan denken we: al mag ik het absoluut niet hebben. Eén keer een verbrand worstje eten, daar zou ik me geen zorgen om maken. Maar elke dag een verbrand worstje eten, dan verhoogt iemand wel zijn kans op het ontwikkelen van kanker. Bij worstjes, zoals bijvoorbeeld de barbecue, zijn de boosdoeners PAX. Een simpele afkorting voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Maar wij houden het deze aflevering gewoon op. Paks. En als wij op een mooie zomeravond staan te grillen, ontstaan die stoffen vanzelf. In het algemeen vormen heel veel Paks op het moment dat een worstje echt goed aangebrand is. Dus een vet En dan kunnen we spreken over net zoveel Paks als in een pakje sigaretten. En dat is dus flink kankerverwekkend. In worstjes en veel ander vlees zit veel vet. En als vet echt heel hoog verhit wordt, dus dat noemen we dan pyrolyse, dan vormen zich paks. Je hebt een temperatuur van minstens 140 graden tot wel 180 graden nodig om deze stoffen vrij te laten komen. Deze hoge temperaturen halen we eigenlijk alleen maar als we bakken, braden, frituren, grillen en roosteren. Zodra dat ook gaat lekken, dat die vet, en dat valt op de kolen van de barbecue... Dan wordt het daar ook nog eens aangemaakt, want dat zijn hele hoge temperaturen. Die rook zit vol met PAX. En die komt dan volgens weer op het worstje. Dus het is bijna een dubbele dosis PAX. En dan komt er ook nog eens bij überhaupt het, het uh, branden van cola komen PAX vrij. Dus uh, er zit er redelijk wat PAX in een barbecue vooral als die goed verbrand is. PAX weten we dat die kankerverwekkend zijn voor mensen. Maar dat weten we eigenlijk omdat ze ook in andere producten zitten. Dus bijvoorbeeld sigarettenrook. En dat uh, betekent dat ze ingeschaald worden door IARC, en dat is de Internationale Gentschap voor Kankeronderzoek, als klassificatie 1. En dat betekent dus flink kankerverwekkend voor de mens. Dan nou moet ik daar wel bij zeggen, de dosis bepaalt of iets nou echt een probleem wordt. Hoe hoger de dosis, hoe meer het risico is. Dus Pax zijn per definitie een gevaar, maar de blootstelling is eigenlijk de bepalende factor of het echt schade kan veroorzaken. En als je nu luistert en je denkt ik eet nooit vlees, dan ben je waarschijnlijk wel benieuwd of het verhaal van die zwarte randjes bij worstjes ook geldt voor vega en vegan varianten. Als er veel vet in het vegan worstje zit, we kunnen van aannemen dat het misschien net wat minder is, dan zal er dus ook minder paks gevormd worden. Maar zit er net zoveel vet in, dan is het alweer gauw een kans dat die paks gevormd worden. alweer groot. En daar komt ook nog eens bij dat ook al is het een vegan worstje, die kolen zitten er nog steeds onder van de barbecueworst door naar een ander populair gerecht: patat. Die eet je het liefst zo krokant mogelijk. En dan zit er wel eens zo'n donkerbruin tot zwart gebakken frietje tussen. Ook dit randje niet gezond. Bij patat heet de boosdoener acrylamide. Friet heeft een andere samenstelling van voedingsstoffen dan vlees bijvoorbeeld. Er zit minder vet in, maar er zitten wel veel koolhydraten in. En suikers en ook eh, eiwitten. In die eiwitten zitten aminozuren en een van die aminozuren is asparagine. En als asparagine reageert met gereduceerde suikers, dus denk aan glucose, dan vormt zich zo'n bruin laagje. Dat geeft de smaak en de textuur, het krokante korstje. Maar als bijproduct wordt ook acrylamide gevormd. Dus als patat gefrituurd wordt, dan komt er acrylamide vrij. En daar maken wij ons zorgen over als toxicoloog. Acrylamide is een stof die we weten die kankerverwekkend is. In ieder geval in dierproeven. En wij verwachten eigenlijk ook in de mens. En wij krijgen er ook relatief veel binnen via ons voedsel. IARC plaatst het in categorie 2a. Dat betekent dus dat het waarschijnlijk een kankerverwekkende stof is in de mens. Dat acrylamide niet gezond voor ons is, ontdekten wetenschappers toevallig. Het was een studie in Zweden, begin van de eeuwwisseling. En daar zagen ze dat mijnwerkers blootgesteld werden aan acrylamide. Dat was niet echt de bedoeling. Die hadden een tunnel waar een lek was. Een die lek gedicht met een stofje, met een middel, waar veel acrylamide vrij kwam. En ze zagen dat de koeien om in die buurt allemaal doodgingen. Dus zijn ze gaan kijken, wat is, wat is daar... Wat is daar misgegaan? Welke stof is daar vrijgekomen? En uh, een van de stoffen waar ze zich zorgen om maakte was dus acrylamide. Nou, moeten we moeten kijken hoe die, hoeveel blootstelling ze hebben gehad aan die giftige stof. Ze hebben deze mensen gemeten hoeveel acrylamide er nou eigenlijk in zit. En die hebben het dan vergeleken met de mensen die op kantoor zaten, dus niet in die tunnel bezig waren. En toen kwamen ze erachter dat zowel die mensen in de tunnel, maar ook die mensen die op kantoor zaten, allebei acrylamide bloed hebben en toen kwamen ze eigenlijk achter, oh, een van de grootste bronnen van acrylamide is eigenlijk uh, ons voedsel. En van mijnwerkers en lijm terug naar ons patatje. Hoe slecht is dat dan voor ons? Bij frietjes is het zo, dat hoe donker het frietje, hoe meer acrylamide gevormd wordt en hoe meer acrylamide, hoe groter de kans op schadelijke effecten, dus, om, dus op kanker. Zwarte patatjes laten liggen dus. Ja, ze zijn ook niet zo heel lekker. En dan de groentes. In kookboeken kom je regelmatig recepten tegen waarin staat dat je bijvoorbeeld bloemkool lekker krokant en zwart kunt blakeren in de oven. Groente is inderdaad een aparte categorie. Dat wil niet zeggen dat deze giftige stoffen niet gevormd worden. Uh, er worden alsnog kankerverwekkende stoffen gevormd. Maar in groente worden gewoon minder kankerverwekkende stoffen aangemaakt op het moment dat wij dat verhitten. En dat is omdat er gewoon veel minder brandstof is. Dus veel minder vet, veel minder koolhydraten. En in groente zitten antioxidanten. Een geheim wapen tegen gifstoffen. Antioxidanten zoals vitamine C bijvoorbeeld. Zijn eigenlijk stoffen die uh, de giftige stoffen, dus die kankerverwekkende stoffen, kunnen vangen, als het ware. De antioxidant daar, daar reageert zo'n reactieve kankerverwekkende stof mee, waardoor het dus niet meer kan binden aan, aan belangrijke eiwitten of uh, DNA. En daardoor kan het dus ook niet meer schadelijk zijn. Die kankerverwekkende stoffen zijn vaak hele reactieve stoffen. Die reageren met alles wat zit in onze cellen, waaronder DNA. En zodra ze reageren met DNA, dan kan de kans op kanker verhoogd worden. Wat die antioxidanten doen, die reageren eigenlijk met die reactieve, die giftige, kankerverwekkende stoffen. Voordat die stoffen, die kankerverwekkende stoffen aan DNA vastklampen. Dus in dat opzicht vangen antioxidanten deze giftige stoffen weg. Via verschillende voedingsmiddelen komen er dus gifstoffen ons lichaam in. Dat werkt vervolgens hard om alles dat er niet hoort eruit te filteren. Maar dat gaat niet altijd goed. Neem bijvoorbeeld pax. Je neemt een grote hap uit een zwart gegrilde barbecueworst. En via je mond, je slokdarm, komen die stoffen in je lever terecht. In lever wordt de stof omgezet. En dat doen we eigenlijk om de stof actief uit te scheiden, zodat het niet heel lang in ons lichaam zit. Via de poep, via de urine. Maar in dat proces, in die omzetting, wordt er eigenlijk een nieuw molecuul gevormd. Dat is dan een metaboliet. En die reageert met het DNA, waardoor je dus eigenlijk een klein plopje op het DNA hebt. En dat vindt de cel heel moeilijk om te lezen. En daar glippen dus foutjes in de code in. Als we dat aflezen, maken we de verkeerde eiwitten aan. Dat kan dus ook zijn op het moment dat een cel zich wil delen. Dan, dan zit er een foutje in en dan wordt het niet uitgezet, die, die deling. Een de cel die je ongecontroleerd deelt. Dus hoe meer baks er binnenkomt, hoe meer reacties met DNA plaatsvindt, hoe meer kans er is dat er op bepaalde plekken op de DNA foutjes optreden, die, die tegen de cel zeggen: Nu mag je ongecontroleerd de, uh, delen. En als een cel ongecontroleerd gaat delen, dan spreken we over een tumor. Dus voor iedereen die vandaag van plan is een barbecue aan te steken... een patatje te gaan eten of groentes te grillen... is het misschien beter om die eetplannen om te gooien? We, zijn, we worden elke dag aan kankerverwekkende stoffen blootgesteld. Ons eigen lichaam maakt kankerverwekkende stoffen aan. Dus wij kunnen best wel wat hebben. We hebben heel veel beschermingsmechanismen. En dat verklaart ook waarom wij niet bij elke kankerverwekkende stof... of molecuul in ons lichaam ook kanker ontwikkelen. Ons lichaam is wel gebouwd om, om die lage concentraties kankerverwekkende stoffen om die op te vangen. Maar het gaat hem dus om die, hoe hoger die concentraties van kankerverwekkende stoffen, hoe minder makkelijk het is voor het lichaam om het op te ruimen. Dankjewel, Nienke. En jij bedankt voor het luisteren. Wil je nog meer weten over randjes of korstjes en waarom we die zo lekker vinden en hoe we die eigenlijk proeven met onze oren? Luister dan ook aflevering 637. Tot de volgende!